Dan ben ik overgegaan naar een reeks boeken rond historische personages, waarin ik iets van mezelf herken, maar die ik vooral, zou ik zeggen, bewonder. Naast herkenning, ook vooral bewondering in dit geval. En Rubroek behoort daarbij, Rubroeks reizen. U kent het verhaal ongetwijfeld van de voorloper van Marco Polo. Ruim 20 jaar voor Marco Polo is hij naar de Mongolen getrokken. Dat was in de tijd van Lodewijk de IX, Saint-Louis. En hij heeft daarvoor een tocht gemaakt van om en bij de 20.000 kilometer. Met een heel klein gevolg, eigenlijk maar met 5 mensen. Maar hij heeft daar ook, en dat is vooral wat mij heel sterk heeft getroffen, hij heeft daar ook een itinerarium rondgeschreven. Dus in opdracht van de koning. En dat is een, ja, zeg maar een meesterwerk. Marco Polo's boek, tenminste het boek dat de ghostwriter van Marco Polo geschreven heeft, is daarbij vergeleken. Eigenlijk is het verzinkt in het niet, omdat Rubroek, dus itinerarium, is een wetenschappelijk werk, is een werk van grote literaire waarde, al is het in het vulgair Latijn geschreven. Het is werkelijk heel knap geschreven en de vertaling ervan is onder meer tot stand gekomen met de hulp van mijn oud-leraar, Cyril Bouillard, die heeft het zorgvuldig nagezien. Het is verschenen in de Route van Tielt. Dat is een boek, zeg ik, waarin dat, die Willem van Rubel tot leven komt als een heel uitzonderlijk iemand. Een man met voor zijn tijd een heel grote nieuwsgierigheid, een grote kennis ook, kennis van de taal. Iemand die empirisch was voordat het begrip bestond, die werkelijk niets geloofde, tenzij hij op een of andere manier het zelf had meegemaakt of daar inzicht in had. Hij geloofde dus zijn seksleden, hij geloofde niet. Al die flauwe verhaaltjes die bij Marco Polo staan, die nam hij niet. Bovendien is het iemand die heel synthetisch kan schrijven. Op één bladzijde kan hij ongelooflijk veel stapelen rond een bepaald onderwerp. En dat zijn, ja, zeg maar, unieke elementen voor dat boek en ook voor de figuur zelf. En die heeft mij dus als zodanig heel sterk aangesproken. Ik heb er een grote bewondering voor. Hartelijk dank.